Het dringt eigenlijk nu nog niet door, zal ik maar zeggen. De consequenties hiervan. Dat is heel moeilijk. Omdat niks meer klopt wat je 60 jaar voor waar hebt aangenomen. Martino Kermans wordt 60 jaar geleden geboren in het Ignatius Ziekenhuis in Breda. Hetzelfde ziekenhuis waar volgens Martino een pijnlijke, maar ook bizarre fout met hem is gemaakt. Dit was het ziekenhuis. En hier zou ik dan verwisseld moeten zijn, net na mijn geboorte. En wat ik van mijn moeder heb vernomen later, is dat er wel woorden over waren gevallen in dat ziekenhuis. Van, ja, maar dat is mijn baby niet, of zoiets. En dat dan daarna die fout, als het ware, zou zijn rechtgezet. En mijn moeder heeft nooit iets uitgestraald van, ja, maar je bent niet eigenlijk mijn zoon of zo. Dus van mijn kant was er niet echt twijfel. Maar toch wilde ik nu op deze leeftijd alles echt goed nagaan en uitsluiten en zeker na haar overlijden. Martino besloot een DNA-test te doen met twee van zijn zussen. En sindsdien weet je het zeker. Hij is geen biologische familie van de andere gezinsleden. Niemand had met deze uitslag rekening gehouden eigenlijk. Nee. Dus ik ook niet. Hier ben je niet op ingesteld. Dit kun je ook niet bevatten. Want alles komt nu op de helling te staan. En niks klopt meer zoals het was. En dit was ook echt jullie samen, hè? Mama en jij. Hè? Die is ook prachtig, weet je dat? Ja. Ik denk dat ze het onbewust hebben gevoeld, maar het was zo'n oprechte moeder. Zo'n goede moeder. Helemaal geen verschil. Helemaal geen verschil, want ik heb zelf twee geadopteerde kinderen. Dat is je alles. Heb je nooit vermoedens gehad dat er iets niet klopte? Nee, niet echt. Wel, dus toch wel, want anders zou je dit allemaal niet zijn gaan onderzoeken. Nee, daar was je niet mee bezig. Het was gewoon een gezin en heel fijn dat er een broer was. Ja, dat is over meiden. Martino Kermans vermoedt dat zijn verwisseling verband houdt met de periode waarin hij moet zijn geboren. Begin februari 1953. Vlak na de watersnoodramp in Zeeland, maar ook in delen van West-Brabant. Ik vermoed dat in die tijd dat er toch een aanloop was van mensen uit de regio die veiligheid en beschutting zochten voor het opkomende water. En zeker zwangere vrouwen waarschijnlijk ook, die de veiligheid van een ziekenhuis zochten. Hier, ze willen kussen, of ze willen jou een kus geven. Dus dat zal in het wagentje, no? Ja. De zoektocht van Martino zelf liep tot nu toe vast, omdat hij geen medewerking krijgt van instanties. En van het ziekenhuis kreeg hij te horen dat er geen archiefgegevens meer van hem zijn. Mijn doel is nu om achter mijn biologische familie te komen. Want ik geloof voor 100% dat er familie van mij ergens rond moet lopen. En ook, ja. De naam, alles, het klopt niet. Dus ik wil nu weten bij wie ik hoor, biologisch gesproken. Martino hoopt dat iemand zijn verhaal herkent of weet of vermoedt dat hij als baby is verwisseld in het Bredase ziekenhuis rond februari 1953. Mama kreeg Martino in de arm, zo zie ik het. Gewoon voor 200% heb ze van jou gehouden. Echt, echt.